ongeveer de bijna regen op het hoofd bij en na de tijd aansluitend voetbal. Het is wel echt geheel. En dan om 9 uur hebben we natuurlijk de prijs van de marathon van vandaag. En morgen boerendag. Een heel gevarieerd programma. Prijzenkaart langs de hand. Elke week een veel saaie man in de paardenstal. Springstuur, dressuurstuur en de koelbouw. Deze man die is nooit thuis. Waarde, geduld is alles in deze strijd. Janssen die heeft geduld. De haaflinger Awaldo, die hebben we gehad, die is bekend. Er mooi doorheen en met een tandem is het altijd zo. U ziet ook moeilijker te rijden dan met een dubbelband, want je moet nu rijden als wat een vierband. Ja, hij heeft weer een korte route genomen en dat kan altijd mooi doorgaan als je maar de snelheid erin houdt en niet de blokkade tegenkomt. En dan zie je dat het ook sneller gaat. Hij heeft een hartwater uit Kootwijkenbroek met zijn vierstand. En even kijken hoe hij met zijn grote aanspanning in de aanspanning houden. Hoe meer je blijft stilstaan, hoe meer de koolstof weer op gang te komen. En even kijken wat hij nu doet. Ja, dat wil niet zeggen dat hij er ook langer bezig is. Zo kan meer snelheid dan meer seconden spelen. Ik zou net zeggen. Hij haalt het onderbrug, haalt hij niet. Maar voor de vierspan doet hij het heel goed. Want de meeste vierspannen zitten op. En dat zijn 3 merries en 1 ruim. Dit mentteam is altijd nog goed voor een top 3 klassering. Hou dat in de gaten. Vandaag ook weer, dames en heren. En ze zijn ooit indoor kampioen geweest, District West. En dat deed ze in 2013. Dus nog maar heel recent. Oh, jongens. Kijk eens, en daar gaan ze weer hoor. Net of er niks gebeurd is. Gewoon in actie. Ja, dan zie je dat we hier weer met toppers te maken hebben. Arie van Zanten en zijn bemanning. De bemanning, de grooms van Arie van Zanten. Ik hoef weinig meer te zeggen. Ga maar eens even genieten. En dan zag je Chantal met een lach op haar gezicht tijdens het interview. En dan zie je hoe geconcentreerd ze nou zijn. Kijk eens hoe snel dat gaat. En geen balletje eraf. Die ponies die rammen maar door. Die rammen maar door. Geen foutje te bekennen. Kijk. Dit is fantastisch. Hier bent u voor gekomen, Wouters Woudendriesen. De bel ging. En in één keer zie je die oren van die paarden zie je omhoog gaan. Je ziet die oren omhoog gaan. En dan zegt de koetsier ook, ze willen aan het werk. Wat zo'n belletje allemaal doet. Ik heb nog meer. En dan hebben ze nog 10 hindernissen te gaan hier door de dorpen, dames en heren. Ja, kijk. Waar ze de snelheid kunnen pakken, pakken ze de snelheid. Met de neus over de finish. En dan een applaus. Wouters Woudendriesen. En dan gaan we weer naar België toe. We gaan naar België. Naar Frans Lodders en Peter Braspenning en Corrie Lodders.